De nieuwe gouverneur van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, gaat voor herstel van het vertrouwen in de moederbank. Dat zei hij vandaag bij zijn beëdiging door president Desi Bouterse op het presidentieel paleis. Roemer voegde eraan toe dat hij zich bewust is van de enorme uitdaging waar hij voor staat. Maar hij heeft er vertrouwen in dat hij het werk naar eer en geweten zal kunnen doen. Ik dank u allereerst voor het in mij gestelde vertrouwen om de zware taak te kunnen vervullen, om het vertrouwen in het herstel van de centrale bank te herwinnen. Maar met de steun van de regering, het personeel en de raad van commissarissen van de centrale bank, de relevante stakeholders en niet te vergeten de almachtige, zal ik naar eer en geweten handelen om de taakstelling van de centrale bank op een prudente wijze, ondanks de moeilijke omstandigheden, uitvoeren. De uitdaging is immens, maar in het belang van ons land zal ik me uitermate inspannen om de plaats en de rol van de centrale bank weer te laten innemen in ons economisch bestel. Dat beloof ik. President Desi Bouterse hield een korte toespraak. Het staatshoofd benadrukte dat alleen iemand die liefde voor zijn land voelt, bereid kan zijn om zijn schouders onder deze job te zetten. Het heeft heel veel voeten in de aarde gekost, dat weten we. Maar het is eigenlijk, bekende uitdrukking, eind goed, al goed. Ik ga het niet te lang maken. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan allen die een bijdrage hebben willen leveren, maar door omstandigheden het niet zo ver hebben gehaald. Tot slot wil ik een bijzonder veel dank aan de regeringscommissaris en een ieder, maar ook toch wel de heer Proeven. Deze twee heren voornamelijk waren dag en nacht met mij bezig om te zoeken naar een oplossing voor een groot draagvlak om deze immense taak te kunnen aangaan. President Desi Bouterse vandaag bij de beëdiging van Maurice Roemer als de gouverneur van de Centrale Bank van Suriname. Prioriteit voor de nieuwe gouverneur is om het vertrouwen in de moederbank te herstellen.